Bij het voorbereiden van je vakantie zul je ongetwijfeld gemerkt hebben dat je veel geld kwijt bent aan een vliegticket. Een retourtje naar een verre bestemming kost zo 1000 euro. Een flinke smak geld voor ons, maar niets in vergelijking met de prijzen van de vluchten uit deze video. Achter de prijs van een vliegticket schuilt een wiskundige wereld. Economen doen er alles aan om de prijs van tickets zo laag en aantrekkelijk mogelijk te maken. Om te beginnen speelt vraag en aanbod een grote rol. Zo betaal je voor een vliegticket in het hoogseizoen soms wel 2 keer zoveel geld als hetzelfde ticket in het laagseizoen. Naast deze psychologische waarde bestaat de prijs van je vliegtuig voornamelijk uit de kosten voor brandstof, bagage, servicekosten, vliegveldtoeslagen, belastingen en natuurlijk de plaats van je stoel. Dat laatste is verantwoordelijk voor de absurd hoge prijzen die je straks gaat tegenkomen. Tickets voor dezelfde vlucht verschillen tot duizenden euro's als je meer luxe wil. En dat lijkt sterk te werken. Ruim 70% van de omzet van vliegmaatschappijen is afkomstig van zogeheten premiumstoelen. De extreemste en duurste voorbeelden hiervan ga je nu te horen krijgen. Vliegen tussen New York en Singapore is al niet goedkoop, maar Singapore Airlines doet er nog een schepje bovenop met een speciale Suites Class. Wat nog beter zou moeten zijn dan de traditionele First Class stoelen. De prijzen voor de ticket beginnen bij een indrukwekkende 12.000 euro. Voor die prijs krijg je een eigen cabine, zodat je in alle concentratie kan werken aan je veel te belangrijke job. Mocht al dat werk je te veel worden, dan maak je persoonlijke hulp je bed op. Dit is overigens een echt bed wat waarschijnlijk nog lekkerder ligt dan het bed wat je thuis hebt staan. Mocht je niet in slaap kunnen komen, dan biedt het Chris World In-Flight Entertainment System een goede oplossing. Op je eigen 23-inch flatscreen worden meer dan 1000 films en games aangeboden en heb je toegang tot het internet. Ten slotte kun je 24 uur voor je vlucht je eigen kok en gerechten boeken. Je zal dan worden verwend met de beste gerechten ter wereld in het exclusieve restaurant. En op de 9e plek staat de vliegmaatschappij Qantas met een vlucht tussen Los Angeles en Melbourne. Om op deze 15 uur durende vlucht eerste klas te mogen vliegen, tik je ongeveer 12.500 euro af, wat neerkomt op zo'n 14 euro per minuut. Qantas is de beroerdste niet en dus zorgen ze ervoor dat je ook op de vliegveld als koning wordt behandeld. Je mag door een speciale douane zonder wachttijden en als je geen zin hebt om te lopen, dan word je rondgereden op het vliegveld. Eenmaal door de douane mag je plaatsnemen in een van 's werelds beste lounges. Enkele voorzieningen waar je gebruik van mag maken zijn een privékantoor, een badkamer, een slaapkamer, een restaurant en zelfs een spa. Als het boarden begint word je naar je plaats gebracht in 's werelds grootste vliegtuig, de Airbus A380. Aan boord heb je je eigen minicabine die volgestouwd zit met tientallen voorzieningen. Deze cabine is overigens voor 1 persoon gemaakt, maar mocht je tijdens je vlucht willen dineren met een andere passagier in je cabine, dan kan dat. Ruimte zat namelijk. Naast veel te luxe maaltijden en champagnes die de prijs hebben van een maandloon, word je ook nog eens overgoten met cadeautjes. Zo krijg je een exclusieve pyjama van het merk Martin Grant, wat toiletspullen om je mee op te frissen en zelfs souvenirs. Nog een tikkie duurder is de vlucht tussen Los Angeles en Tokio. Japan Airlines nieuwe First Class is inderdaad erg mooi, maar om 13.500 euro te rekenen is wel erg van de zotte. De vlucht waar het om gaat wordt afgelegd in een Boeing 777-300 en duurt zo'n 12 uur. De cabine voor het gewone volk is afgewerkt met, nou, bijna niks. Alles is zo goedkoop mogelijk gemaakt en vaak van plastic. De eerste klascabine onderscheidt zich goed. Al het interieur is afgewerkt met een modern houten interieur. En de stoelen die zijn afgewerkt met leer van de hoogste kwaliteit. Ondanks het feit dat Japan Airlines liever authentieke recepten serveert, hebben ze ook een westerse menukaart. Zo is er voor ieder wat wils. En zoals je ziet moet dat wel lukken. Ook hier zijn de maaltijden van uitmuntende kwaliteit. Om echt waar voor je geld te krijgen, kun je aan boord ook gebruik maken van exclusieve voorzieningen, zoals een voetmassage, pyjama's, toiletspullen, magazines en vochtige handdoekjes. En op de 7e plek komt de vliegmaatschappij Virgin Atlantic terecht met een vlucht van New York naar Singapore. Wanneer je upper class vliegt, wat nog beter is dan eerste klas, ben je alleen wel 17.500 euro kwijt. Net zoals Qantas Airways biedt Virgin Atlantic ook faciliteiten aan voor de vlucht. Zo word je op het vliegveld met alles geholpen en kun je jezelf laten ophalen bij je huis of hotel. In de geboorteplaats van de maatschappij, Londen, gaan ze echter nog een stapje verder. Londen staat erom bekend dat het autoverkeer er altijd vaststaat. Een taxi klinkt chill, maar je schiet er eigenlijk niks mee op.
Virgin had dit door en dus boden ze een extra service aan. De Limobike. Dit is een snelle motor waarbij je achterop kan meerijden en alle files voorbij rijdt. Dat is nog eens een goede service. Eenmaal in het vliegtuig aangekomen ontvang je dezelfde luxe als de voorgaande vluchten. Je kan er onbeperkt gratis eten en niets is er te gek. Dezelfde vlucht, van New York naar Singapore dus, wordt aangeboden door Swiss Air. Zij hebben echt het gevoel nog beter te zijn dan Virgin Atlantic en dus hanteren ze een ticketprijs van 20.000 euro. En oh ja, wanneer je first class reist ontvang je 3 keer zoveel air miles als normaal. Zo voelt het hopelijk ietsjes minder duur. De vlucht biedt in principe dezelfde faciliteiten als de vorige vluchten, maar op sommige punten moeten we zeggen dat Swiss Air inderdaad echt beter is. Hoe het eten is komen we zo op terug, eerst moet je deze hoogtepunten even gezien hebben. Aan boord heeft iedereen zijn eigen 32-inch tv, een eigen mini-kledingkast, wifi en voordat je de vlucht ingaat maakt de piloot met iedere passagier een persoonlijk praatje. En wat eten betreft is Swiss Air de beste tot nu toe. Zoals je ziet zijn de gerechten van het menu luxer dan luxe. Maar als dat niet genoeg is kun je een stapje verder gaan. Er worden meerdere soorten kaviaar geserveerd, je kan ontbijt op bed krijgen en er wordt een zalmsoort geserveerd die 150 euro de kilo kost. Maar ach, als je zoveel betaalt voor je vliegticket, dan mag dat ook wel. Halverwege de lijst staat de Aziatische vliegmaatschappij Cathay Airways, met een vlucht tussen Hongkong en New York. En het prijskaartje van de vlucht? Nou, 23.000 euro. Maar hey, dan kom je wel heel ontspannen aan in New York. De service aan boord is zo goed dat het meerdere prijzen in ontvangst heeft mogen nemen. Het cabinepersoneel leert bijvoorbeeld van tevoren je naam uit je hoofd of komt gezellig met je praten als je er zin in hebt. Er zijn maar 6 van deze plaatsen aan boord op de Boeing 777. En in combinatie met de extreme prijs is het dus een zeer unieke ervaring. Zo uniek dat de mensen die het hebben mogen ervaren er uitgebreid over vertellen. In elk geval waren wij sprakeloos van het verhaal van Katie Dillon. Zij reisde niet alleen, maar nam haar hele gezin mee, inclusief haar 8-jarige kind. Hoe bedoel je, verwend? De 8-jarige had haar eigen cabine en gebruikte deze om haar huiswerk te maken. In combinatie met al die luxe moet dat wel gelukt zijn, denk ik. Korean Air kan er ook wat van. Zij bieden een vlucht aan tussen New York en Peking voor bijna 24.000 euro. De vlucht duurt ongeveer 14 uur en kost maar 500 euro als je een normale plek boekt. Als je alleen kijkt naar het nuttige deel van de prijs, dan betaal je dus 50 keer te veel. Echter, daarmee zijn ze wel op de 4e plek terechtgekomen. In de cabine word je overspoeld met pure pracht. Alles is zo comfortabel dat je juist vertraging wil. Het eten is fantastisch en je wordt er overspoeld met de lekkerste en duurste soorten champagne. Iets waar Korean Air zich mee onderscheidt van de rest is de First Class Bar. Een unieke bar op 10 kilometer hoogte waar je kan genieten van al het rijkdom. Op de 3e plek staat de vliegmaatschappij Emirates, die is opgericht in Dubai. Het bedrijf groeit enorm en bij zowel Economy als First Class staat het bekend om zijn goede service. Maar of de Economy Class ook kan tippen aan de First Class service tussen Los Angeles en Dubai is nog maar de vraag. Deze 16 uur durende vlucht kost zo'n 28.000 euro en volgens sommigen is het het meer dan waard. Je hebt een cabine die helemaal afgesloten is van de buitenwereld. Een eigen minibar, een klerenkast, een verrekijker en een videoverbinding met het personeel zodat je direct wordt geholpen, mocht dat nodig zijn. Doordat je in een afgesloten cabine zit is er echter wel één nadeel. Je hebt geen uitzicht. Maar daar heeft Emirates een oplossing voor. De plekken waar geen uitzicht is zijn voorzien van een kunstmatig raam. En zo lijkt het toch alsof je uitzicht hebt. Afhankelijk van het vliegtuig waarin je je bevindt is er zelfs een complete spa inclusief douche aanwezig. Als je deze van tevoren hebt gereserveerd, kun je enkele minuten genieten van de coolste douche ter wereld. En nu jij, Transavia? Onze oosterburen houden blijkbaar ook van luxe. Voor 35.000 euro biedt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa een ticket aan tussen New York en Hongkong. Een beetje prijzig als je het mij vraagt. Lufthansa doet er alles aan om je waar voor je geld te geven. Op het vliegveld word je vervoerd met een limousine en je zult nooit in de rij hoeven staan. In het vliegtuig heb je zowel een stoel als een eigen bed, een eigen hulp, luchtbevochtigers en je mag de beste gerechten ter wereld ervaren. De keuken waar jouw gerechten worden bereid zijn namelijk voorzien van een echte Michelinster. De koks bereiden alles wat je hartje begeert en waarschijnlijk zul je het lekkerste eten voorgeschoteld krijgen wat je ooit hebt gegeten.
Tot nu toe waren alle tickets nog voor een stoel of cabine. Peanuts voor Etihad Airways. In ruil voor 56.000 euro geven ze je een complete suite die bestaat uit 3 kamers. Het wordt dan ook wel de penthouse in de lucht genoemd. Als je je afvraagt welke voorzieningen er aan boord zijn, dan kun je jezelf beter de vraag stellen welke niet. De woonkamer, slaapkamer en badkamer beslaan zo'n 15 vierkante meter. Iets waar menig student in Amsterdam jaloers op zou zijn. De duurste champagne ter wereld. Een eigen bed, douches, persoonlijke hulpjes. Het is allemaal zwaar over de top. Wat vind jij hiervan? Vind je terecht dat deze dingen bestaan? Of is het onnozel en moeten deze mensen even normaal doen? Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!